Sinds dat we een hoogwaardige basisrantsoen zijn gaan voeren, zijn vooral de vaas en de oud-melkse koeien het beter gaan doen. Toen we hiermee begonnen was het best spannend of dat loop op de robot voldoende zou blijven. We hadden altijd al een hoogwaardig rantsoen doordat we een intensief bedrijf zijn. Ook aan het voerrek en het leek me haast niet haalbaar om nog meer energie aan het voerrek te voeren en de loop op de robot te behouden. Maar met CRF blijkt het toch dat de loop op de robot goed blijft. Met CRF voeren we een constante verhouding tussen ruwvoer en krachtvoer over de hele lactatie. Hierdoor zijn er minder schommelingen in het rantsoen gedurende lactatie en blijven de koeien gezonder. Dat ze minder last hebben van schommelingen in de pens. Ook de CO2-uitstoot is door het voeren van vooral enkelvoudige krachtvoeders een stuk verlaagd. De BSK is ook erg gestegen in de productie. De BSK is zelfs met 3 punten gestegen en bij de vaarzen met 5 punten. Hierdoor zijn we met een hogere marge gaan melken en houden we meer over. Ook vervetten de koeien minder door de hoge productie en over het algemeen hartstikke tevreden.